probeer gewoon op een gegeven moment het leven weer te omarmen. Sowieso ben ik wel een langzame shit aan. Ik heb een universitaire studie achter druk. In dat kader zeg maar, heb ik ook altijd heel veel moeten praten, moeten schrijven, moeten doen en zo. Dus dat is wel iets dat blijft in zich zitten. Dat zijn dingen wat in het lange termijn geheugen zitten. En wat in het lange termijn geheugen zit, ja, dat blijft er eigenlijk ook gewoon als automatisme in. En ja, dat is hetzelfde met dit soort dingen. Want als je dit niet eigenlijk, weet je dan eigenlijk nu niet kunnen praten en kunnen chillen tegelijkertijd, wie ze spreken. Mijn naam is Marjolein de Vught. Ik ben medehoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar op het gebied van dementie. Bij de ziekte van Alzheimer heb je specifieke afwijkingen in die hersenen, waarbij de hersenen gaan krimpen. En vooral ook in een geheugencentrum in die hersenen zie je dat die krimp met name plaatsvindt. Dus het verlies van hersencellen als het ware. En daardoor krijg je vooral problemen met het onthouden van dingen. Maar je ziet ook dat daarnaast er andere veranderingen kunnen optreden. Bijvoorbeeld moeite met het vinden van de juiste woorden of met je aandacht bij dingen houden. En bij Alzheimer is dat verloop geleidelijk aan. Dus het gaat geleidelijk aan steeds verder achteruit. Waardoor je ja, toenemend afhankelijk wordt van de mensen om je heen. 165 graden. Daar is alles goed gehad, ja. Komp. Ja, daar heb je voor de rozijnen geboekt. Hier is de kom. Ja, hoeveel moet ik nu de kom pakken? Veel deeg. Veel deeg, ja. De kom hebben we normaal gebroken om deeg in te maken, ja, dus nu de rozijnen in laten. Ja, op een gegeven moment hebben ze iets van, ja, maar dan begint ze zichzelf te beseffen over, ja, maar ik vergeet wel heel erg vuil. En dan zijn er nog 10 lui die nog eens zeggen zo van, ja, ik vergeet ook wel eens wat. En op een gegeven moment had je voor allemaal wel zoiets van, ja, maar mam, hè? Toen vergeet ze wel heel veel. Ja. Ja. Waar is het dan voor niet? Ja, het zat hem in heel veel kleine dingen, zeg maar. Kijk, het is sowieso best wel chaotisch altijd geweest, maar... Ja. Kijk, man moet heel vaak dingen 2 keer zeggen, ook veel meer, omdat ik ook ADHD, ik vergeet ook heel veel, zeg maar. Maar ze was zo vaak dingen hetzelfde aan het vragen en zo vaak dingen aan het herhalen, dat ik echt zoiets zei van, ja, mam, ik heb het echt, echt al 4 keer gezegd. En ja, op een gegeven moment dan weet ze gewoon, oké, het is... Het zijn echt geheugenproblemen. Van dat is niet meer zomaar even wat ik ben vergeten. Het is echt van, dus systematisch ga je het iedere keer mis. En daaraan merk je toch wel echt het verschil. Ja, dat is ook zo. Het is misschien een beetje onder het sneeuw van appeltje. Nee, ik heb hierdoor al een bakplaat gepakt en zo. Maar ik heb even door het live moeten zien. Andere mensen erbij. Gewoon dat zeggen, ik kom door met chillen. Bij Sonja zie je dat de ziekte nog heel erg in een beginproces is. Dus er zijn heel veel dingen die zij nog heel goed kan. En ja, ze is eigenlijk ook vrij zelfstandig nog in haar functioneren. En we weten uit onderzoek dat de zoektocht naar een diagnose op jonge leeftijd veel langer duurt. Gemiddeld zo'n 4,5 jaar. Dan op oudere leeftijd. En dat heeft te maken met het feit dat het op jonge leeftijd vaak zich wat anders uit. Dus veel meer die veranderingen in het gedrag ook op de voorgrond kunnen staan. Bijvoorbeeld je wat meer terugtrekken, minder initiatief nemen, somber worden. En dan krijgen mensen in eerste instantie vaak een andere diagnose, zoals een depressie of een burn-out of relatieproblemen. En dan komen ze terecht in een hele ander hulpverleningstraject. En gaandeweg merkt men dan dat er wellicht toch wat meer aan de hand is. En komt men vroeg of laat op het spoor van dementie. Ik
heb heel veel prikkels nodig, zeg maar, om, om ervoor te zorgen dat de Alzheimer, zeg maar, zo lang mogelijk gerekt werd. En om continu, zeg maar, nieuwe prikkels te krijgen, dat betekent dat ze die hersenen aan het werk moest zetten. Het mag in ieder geval niet stil blijven staan. Je moest zorgen voor iedere keer weer nieuwe uitdaging. En hoeveel goede jaren heeft Sonja nu nog? Is daar zicht op? Ja, bij jonge mensen heb je als voordeel dat je vaak fysiek veel sterker bent. En door die fysieke lichamelijke gezondheid heb je een langere levensverwachting. Maar ook zie je enorme verschillen op jonge leeftijd, omdat sommige vormen van dementie juist op jonge leeftijd wat agressiever kunnen verlopen. En dan is je levensduur weer veel korter. Ik denk voor Sonja zie je duidelijk dat dat een vrij geleidelijke verloop is. Dus dat betekent zo'n levensverwachting van 10 jaar sinds het begin van de ziekte. Ik heb daar heel veel moeite mee gehad ook. Ik ben ook in depressie geraakt, hoe ik gelukkig hulp voor heb gekregen, gelijk ook vanuit school. En ik moet zeggen dat ik daar gelukkig ook snel uit ben gekomen. Ik ben ook terug verhoest naar huis, zodat ik hier toes dat toch meer bij was, ook voor mijn eigen mentale gezondheid. Ja, dat is goed geweest. Ja, het helpt echt heel erg om gewoon erbij te zijn, om samen nog herinneringen te maken, inderdaad. Mm-hmm. En nu hebben we het geluk dat de levensverwachting van mam nog lang is, dus dat we er nog lang bij hebben. En dat, ik heb het idee dat de Alzheimer maar redelijk niet heel hel achteruit gaat, zeg maar. Normaal gesproken is het zo dat als ik kijk een beetje naar de levensverwachting voor de klassieke vorm van Alzheimer die ik heb, dat ongeveer ligt tussen de 1 en 12 jaar, maximaal 15 jaar. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Goed, dus het enige verschil is dat ik weet dat ik ongeveer zo lang heb. Je hebt een oudbaarheidsdatum. Ja, ik heb een oudbaarheidsdatum, ja. En vandaar hebben we gewoon direct gezegd van, ja jongens, dit is het. En dat wil dus zeggen dat we nu inderdaad met elkaar hele mooie herinneringen gaan maken. En dat wat normaal gesproken lui zeggen van, oh, nog mijn 67ste, dan gewoon nog reizen, dan gewoon nog dit doen, dan gewoon nog dat doen. En weer hebben gezegd van, nou, veer wachten niet tot de 67ste, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het kan ook best zijn dat er gaat met een van de kinderen gebeurt, of dat er gaat met Paul gebeurt, of iets met mijn ooiers gebeurt, of wat dan ook. Dat weet ze gewoon niet. En dus we hebben gewoon gezegd van, we laten het allemaal los, we gewoon genieten. En en gewoon het beste ervan maken. Ja. Je ferai n'importe quoi pour un fleur avec toi. Je ziet dat muziek eigenlijk op heel veel verschillende niveaus dat brein activeert. Pour un fleur. Ik geef individuele zangsessies aan mensen met dementie en geheugenproblemen. En door samen muziek te maken, triggeren we het geheugen en het doet mensen goed. My body is over the sea. Hij heeft niet alleen bij de Harmony St. Peter gezongen. Hij heeft gespeeld. Hij heeft ook bij de Maastricht Senior Orkest heel lang gespeeld, tot 2 jaar geleden. Marina, Marina, Marina. Ti voglio più presto sposar. Oh mia bella amore, noi non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no.
Mijn naam is Marjolein de Vught. Ik ben medehoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar op het gebied van dementie. Oh, no, 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 no. Hey! Ja, dat is een wonderlijk gegeven wat muziek kan doen met mensen met dementie. Er zijn prachtige filmpjes over bekend. En je ziet dat muziek eigenlijk op heel veel verschillende niveaus dat brein activeert. En ook de diepere lagen van die hersenen. Waardoor soms ja, je niet meer goed kan bedenken wat je aan het zingen bent. Of als je de tekst zo moet opzeggen, dan lukt je dat niet. Maar als je de muziek eenmaal hoort, dan komt het vanzelf. Omdat het eigenlijk andere delen van die hersenen aanspreekt. Waar veel meer emotie aan verbonden is. En dat laatste is veel makkelijker te behouden en op te roepen voor mensen met dementie. Terwijl die dingen die korter geleden gebeurd zijn, ja, daar is een verstoring geweest in het proces van opslag. Waardoor je dat ook veel moeilijker goed zelf kunt terugvinden. Je parle tout bas, je vois la vie en rose. Vind het leuk om samen met mij te zingen? Nu. Nee, niet altijd, nu, dan. Altijd als ik kom. Altijd als jij komt. Vind je het dan leuk om samen te... Ja, ja, zeker. Alleen, ik vind het fijn altijd als ik van tevoren weet wat. Ja, je wil altijd goed voorbereiden, hè? Ja. Jij wil het altijd perfect. Ja, 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 ja. La donna immobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero. La danza il mobile, qual più al vento, muta d'accento. La la la. Michel houdt enorm van Franse chanson, ook wel Duits, Italiaans, Nederlands, Maastrichts, van alles passeert de revue. Goed van luisteren, hè? Interesse in de Franse taal of in de Spaanse, de Italiaanse taal. An deine Armen zu träumen, ist so schön bei verliebter Musik. Welke delen van de hersenen worden geactiveerd op het moment dat je met muziek bezig bent? Ja, eigenlijk kan je zeggen dat hele brein wel geactiveerd wordt. Omdat je enerzijds de tekst hebt, anderzijds de melodie zelf, de emotie die dat met zich meebrengt. Dus er zitten heel veel verschillende lagen in muziek die op heel veel verschillende plekken in die hersenen een activatie bewerkstelligen. Ja, dat heb ik jaren en jaren gedaan. Dus dat moet... Dat ga ik niet meer. Niet dat ik dat maar doen. Dat moet dat maar netjes doen. Ja, ja. Je schat, je hebt voort. Je hebt het helemaal voort. Ja, ik heb nu al een hele tijd niet meer gespeeld hier. Maar dat kind je wel vragen aan de leuk die vroeg met gespeeld hebben. Dus iets wat heeft lang niet gebruikt, is hij vergeten. Maar als hij oefent een paar keer, dan komt het allemaal terug. Ik had een groen klarinet, een S-klarinet, dat is een kleiner klarinet. En op de rand heb je nog een ander instrument van gehad. Maar toen ben ik zoiets uitgeschikt. Of uitgeschikt niet, maar... Laat maar lekker zien. Kun je nog even op de stoel neerzetten? Nee, ja. Je hebt vroeger zelf wel gespeeld, zeg je al, hè? Welke instrumenten worden? Saxofoon. En klarinet. De piano staat altijd open, dus met één hand speelt hij. Die andere hand heeft hij flinke arthros. Maar hij speelt met één hand af en toe als... we hebben vaak muziekkanalen op televisie aan. Iets van meer van klassieke muziek. En als hij een stuk hoort wat bekend voor hem is, hij gaat springen aan de piano en hij speelt een stuk met die ene hand. Ja.
Fantastisch. Zingen is zijn leven. En dat is zo bijzonder dat door die verbindingen die weer even sterker gemaakt worden in de hersenen, ja, iemand als het ware weer een klein beetje terugkomt, al is het maar voor even. De echtgenote van Michel die zegt van ja, als hij met muziek bezig is geweest, dan merk ik ook dat heel veel andere functies het weer doen. Alsof hij een aan- en uitknopje heeft. Is dat een fenomeen dat wel tekenend is voor dementie en voor de behandelingen? Ja, het is bij dementie heel belangrijk dat je aangesproken wordt op dingen die je, waar je plezierig bij voelt en die je nog fijn vindt en die ook nog goed lukken. En vaak zijn dat juist de dingen waar je misschien minder bewust van bent. Dus als je een vraag aan iemand stelt, zoals wat heb je gisteren gedaan, dan spreek je hem precies aan op het onvermogen wat je hebt. En dat ja, is een confrontatie voor mensen, waardoor ze zich ook wat meer gaan terugtrekken. Terwijl als je ze aanspreekt op een intact deel van die hersenen, zoals het muziek en het samen zingen, dan word je geactiveerd, dan merk je dat je weer mee kan. Dat geeft ook weer zelfvertrouwen, waardoor je veel meer open staat eigenlijk voor de omgeving en voor het doen van activiteiten. Ein Lied, das euch gefällt. Über der Reich, ja, rein die Sterne, jeder von uns. Nou, Michel vertelt niet zoveel verhalen. Michel houdt zo enorm van muziek dat hij de hele tijd van liedje naar liedje springt. En het leuke bij Michel is, ik denk terug aan de eerste ontmoeting. Ik kwam boven aan de trap en hij ontving me met open armen en zong J'ai des amours, mon pays et Paris. En dat is voor mij Michel. Hij zingt altijd. En dat is, ja, dat is genieten. Dat is het punt, hè. Positief blijven en kijken naar wat ik wel nog ken. Dat vind ik heel erg belangrijk. Men zei dat ik Alzheimer heb. Moet ik serieus zijn? Ja? Ja, ja. Ja, ik heb de diagnose Alzheimer gekregen, ja. Kijk eens hier, peterselie, mooie, zelderij, een beetje prei. Wat wilt ze nog meer, hè? Nu zeg je zelf van soms als ik een beetje verdrietig ben, dan kom ik hier en dan ken ik toch... Ja, dan geniet ik wel van de natuur, van de mooie dingen eigenlijk wel, hè? Kent ze voorstel, heb ze afleidingen, hè? En dan moet je een beetje buik af en toe? Ja, ja. En dan ben ik het weer kwijt. Is menselijk, hè? Mijn naam is Willemijn Jansen en ik doe onderzoek naar bescherming tegen dementie. Ja, uit eerder onderzoek weten we dat er mensen zijn met Alzheimer hersenschade die daar totaal geen klachten van ervaren, die geen symptomen van dementie hebben. En met mijn nieuwste onderzoek richt ik me erop om te bekijken wat de mogelijke oorzaak is van een dergelijke bescherming. En wat we gaan doen is, we gaan eiwitten bekijken in hersenvocht, dat dus opgeslagen ligt in de biobank. Deze mannen runnen hier de biobank. Wat we dan doen is, we bepalen heel veel verschillende eiwitten in dat hersenvocht. En we gaan kijken welke eiwitten nu kenmerkend zijn voor die bescherming. Dat geeft ons namelijk een idee. Die eiwitten geven ons een idee van welke processen zich afspelen in de hersenen.
Mijn mam die heeft dat. Die worden de tuin dan bezig. En daar, heb ik, daar denk ik dan nu maar aan. Daar zit vooral daar aan die kant. Die niet zo, maar daar aan die kant, dan denk ik altijd aan haar. Ik denk, oh, lacht er maar alleen huilen dan. He? Dan word ik, en dan was het kwijt, ja. En wat, die, wat voor haar leven? Een erpeltje schillen, gaat afwassen en dat wordt. Maar ook vanuit de gedachte dat Leuder eigenlijk niet met zouden kunnen omgaan. Juist, dat wordt het. En dat is nog het geval. Wie merk je dat? En zich met daar naar de markt gewoon, hij en Meersen. En we gaan eens toch gaan drinken en we zitten er bij elkaar. Dan zal eerder iemand aan Daan vragen, wie geeft het met Ile of wie geeft het met een vrouw? En ze rechtstreeks aan mij. Wat zou zich moeten vragen? Wie geeft het met zich? Waarom durven ze het niet aan? Ze kennen het niet aan. Nog altijd niet. Ze weten er niet mee om te gaan. Ik heb eind vorig jaar te horen gekregen dat ik een prijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heb gekregen om dit onderzoek te gaan doen. En het onderzoek is nu net deze maand gestart. We kijken naar die eiwitprofielen in de liquor, in het hersenvocht. En daarnaast gaan we die proberen te koppelen aan verschillende leefstijlen. Bijvoorbeeld niet roken of geen alcohol drinken. We gaan bekijken welke leefstijlen onderliggend zijn aan de bescherming tegen die Alzheimer hersenschade. En daarnaast kijken we niet alleen naar leefstijlen, maar ook naar andere kenmerken van iemand. Zoals iemands persoonlijkheid of iemands manier van omgaan met zaken in het leven. Maar het is toch de onbekendheid, denk ik, eigenlijk wel. Wie moest er met omgaan? Behandelen ze als gewoon lui, die af en toe gaat vergeten. En wie manifesteert het zich bij jeugd? Vergeet je dingen? Of ja. Is het mogelijk om nu je zaken te leren? Ja. En wat vergeet je dan? Goed, tijdstippen, afspraken. Ik moet het nog allemaal vastleggen. En krijg je dan ook een soort routine om ermee om te gaan? Om dingen op te schrijven? Of op een andere manier een beetje te anticiperen? Het is natuurlijk voor mij is het een enorm pluspunt dat ik daar nog heb. Maar als het alleen steeds als Alzheimer-patiënt, dat beste in de aap geluceerd. Dan hebben ze het heel erg moeilijk. Bij heel veel lui, het oud worden gebeurt per incident. Er gebeurt gaat en denk oh ja, nou, ja, terwijl ik denk, de beurs al vanaf de 40ste begint al met afscheid te nemen, dingen los te laten, dingen die niet meer kennen. Ik ben een coureur, vind het gans normaal dat er op zijn 40ste zit van ik moet eigenlijk de fiets aan de haak hangen. Ja, maar je voelt zich toch happy bij je? Maar die hoog. Ja, ik vind het ook fijn. Moet ik zeggen, lui schuiven dat voor zich goed. Het is bijna wie de politiek. Lange termijn is er niet aan de orde. Het is allemaal korte termijn. En we moeten natuurlijk genieten en consumeren. Maar dan zeg ik dat maar zo. Af en toe in het stelsel, dan zeg ik, we zijn er mee bezig. We gaan van naartoe. En wat gewoon weer doen als vooruit werken. Hier zijn alle biomaterialen opgeslagen, dus bloed en de liquor die we zagen binnenkomen op het lab. Die worden in kleine buisjes in de min 80 vriezers opgeslagen. Allemaal in de zoektocht naar bescherming tegen Alzheimer hersenschade, naar mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer en natuurlijk de oplossing. Nu zei je man net dat je heel gevoelig zit en hij zei dat is eigenlijk haar sterkte, maar dat is op dit moment ook een beetje haar zwaakte. Dan ben je ook kwetsbaar door. Dat is natuurlijk zo. Maar ik kan wel nog genieten van heel veel dingen en dat vind ik prachtig. Dat durf ik ook aan te grijpen en ben ik blij met. Met de dalen komen ook de toppen. Josjes, ja, zo moest het zien, ja. Raar vrom is, hè. Ze zitten liefst soms in één, hè? Ik vind het geen zwakte. Ik vind dat ze dan kwetsbaar is.
Doordat ze zo gevoelig is, het is bijna overgevoelig, krijgt ze ook overreactie. Ik bedoel, als ik in een bepaalde toon iets tegen haar zeg, dat wat vroeger, wat ze gans normaal, allee kom, ruim dat eens op, dat is, ja, dat kan ze niet hebben. Dat is dan kwetsend, dan voelt ze zich behandeld als, ja, als een klein kind. Dat zei ze dan ook, ik ben geen klein kind, ik wil normaal behandeld worden. Terwijl ik er wel normaal behandeld voor mijn gevoel, maar voor haar is dat dan abnormaal. En dat is niet gemakkelijk. Dat, ja. Maar voor jou ook moeilijk? Dat is moeilijk, ja. Ja. Wandelen is sowieso gezond. als het niet voor je hersenen is, is het voor je hart- en bloedvaten. We hebben een lijn preventieonderzoek die zich daarop opricht om te kijken van wat zijn allemaal gezonde leefstijlen om te voorkomen dat je dementie krijgt of in ieder geval om daar zelf een steentje aan bij te kunnen dragen. En wat ik doe met mijn onderzoek is eigenlijk graven naar die onderliggende oorzaken op hersenniveau. Merci. Hoe zien die bruutjes van toen en die witte blijtjes struiten? Hoe is de kermis van toen met dat onnozel kettingschepje? Hoe is de kerstboom van toen en dat kindje in het kripje? Hoe zien die grote dikke wolken boven uit het spoor? Hoe is de sneeuw van het vorig jaar? Dorpstraat in de sneeuw. Van ontroerend. Om iedere keer toch weer te ontdekken wat ze nog zelf kan. En niet alleen het voorlezen, maar ook het gevoel wat er nog in ligt. En dat is haar kracht. En ja, dat vind ik prachtig als ik dat iedere keer weer kan zien. En die positieve gevoelens, als we die kunnen oproepen door zo te doen of door samen dingen te doen. Schoon, hè? Ja, zo eenvoudig simpel, hè? En dat is zijn charme ook, denk ik, hè? Vind ze niet? Ik vind hem gevoelig, de charme wat er heet, wie er de dingen verwoordt. Ik vind het prachtig. Het is zo eenvoudig en dat vind ik mooi. Ze is zeker niks aan mij. Ze is niet aan de voetenkant, ze is aan de binnenkant. Ik ben wel van die veulen, hè? Ik moet inderdaad wel actief blijven, ja. Dat is ook beter voor mij, ook met, ja, voor mijn eigen en voor, ja, toch voor mijn hersenen natuurlijk, een beetje wel aan de gang te houden. En dat is helemaal stel, denk ik, ja. Het is met een piekje daar. Wij zien patiënten. En wij doen wetenschappelijk onderzoek. En hier zit Stevie. Stevie doet onderzoek naar dementie op jonge leeftijd. Ja. Hoe dat dan de eerste tekenen zijn en hoe vaak het voorkomt. Hier in Nederland zijn er ongeveer 14.000 tot 17.000 mensen die dementie op jonge leeftijd hebben. Dus die krijgen de symptomen voor hun 65e levensjaar al. En wereldwijd zijn het tot bijna 4 miljoen. Ja. Er is eigenlijk nooit echt goed vastgesteld hoeveel het er zijn. Er waren allerlei verschillende getallen, 20.000. Hè? Ja. Hij heeft nu voor het eerst echt met bepaalde methoden en normen. Ja, hoe lang ben je nou mee bezig geweest? Anderhalf jaar of zoiets? Twee jaar, ja, precies. Twee jaar ja. Ja.
gezien op de kinderboerderij in Daalhof, Daalhoeve. En die komen ons op de kleinzoon. Dat is nog wat wel leuk, we zoeken die biesjes natuurlijk wel te zien. Hey, die gaat wel uit de hand, hè? De diagnose is nu deze man 2 jaar geleden. Ja. Met allemaal veel onderzoeken en gesprekken bij de huisarts en psycholoog. En toch die onderzoeken gehad. En daar heb je dus toen de oorzaak van gekregen dat ik Alzheimer heb, door 52 jaar. Ja. Mensen met die dementie op jonge leeftijd hebben, het vaak langer duurt voordat het herkend wordt. Hè? Dus dan zitten ze dan, is dan wel het idee dat ze overspannen zijn of relatieproblemen hebben. En dan krijg je dat soort dat mensen eigenlijk met hele andere vormen van behandeling bezig zijn, soms jarenlang. En bij een psycholoog lopen en dan blijkt dan dat er eigenlijk sprake is van dementie. Ik dacht meer aan de burn-out of van mijn werk en zo, maar eerlijk had ik toch geen rekening met gehouden. Nee, dat ik dit zou hebben op mijn 52e. Maar helaas wel de uitslag gekregen, hè? Alzheimer. Ja. Mam die waren met 9 kinderen thuis, 7 vrouwen en 2 jongens. En er is nu nog 1 broer over en nog 2 zussen. Maar alle zussen hebben een vorm van dementie gehad. Ik kwam ook deksel met naar huis. Goed dat ik tegen huiken staan, ik heb feunen en zo, dat vond ze altijd fijn. Maar dat was echt een ramp voor hen terug binnen te krijgen. Dan wouden ze niet naar binnen, dan moesten ze echt met moesten ze echt wel naar binnen trekken voor weer op de afdeling te zien. En als we weg gingen, dan wordt je een keer op de roet houden. En je hebt mijn mam zien veranderen van een leefvrouwtje. Nou, wat een beetje agressief wordt. Wat ik ook wel eens, ja, hoorde wel niet zeggen, maar wel eens. En dat is mijn grootste angst. Ik zie het niet meer. En dat is mijn grootste angst, dat ik straks ook niet meer weet en dat ik ook zo hoor. Goed, dat ze, ja, maar goed, mijn lief mensje hoor. En, maar ze kon ook heel lief zien, maar ze deed ook soms, was ze echt agressief. En dat ze dan echt van zich wegleven en zich wegduiden en zo. En dat waarom mijn mam niet. En dat is wel mijn grootste angst. Dat ik ook zo kan horen. Ja. En 2 jaar geleden is ze verleden. Ja, nu februari is het 2 jaar geleden, 2 verleden is. Ja. Daar zijn we allemaal bij geweest de ganse dag. Medicijnen tegen Alzheimer. En eigenlijk was, als je dat openmaakt, zie je dan dat er een soort papiertje in zit. Van wat kun je zelf doen en met 10 stappen, 10 tips. Die ik zou kunnen doen, wil je zelf de kans op dementie verminderen. Maar je kunt zelf ondertussen ook heel veel doen. Ook al is er niet echt een medicijn die Alzheimer aanpakt, dan toch zien we dat de getallen van Alzheimer nu omlaag gaan. Relatief, dus nog wel een toename, maar die is minder stijl dan we dat gedacht hadden. En dat heeft te maken met dat mensen gezonder leven. Ik denk, als je daarop kapitaliseert, dan krijg je waarschijnlijk, kun je uitrekenen dat het mogelijk is om het aantal mensen met dementie 40% te verlagen. De aardbei is dan, heeft gezond eten, een hobby, een actieve hobby, bijvoorbeeld gezonde hersenen is dan belangrijk. Museumbezoek, wees nieuwsgierig zeggen we dan, eet gezond, de broccoli, voetballen, blijf bewegen, blijf in beweging. En een hond, dat is vooral sociaal en dat is ook weer een combinatie van bewegen. Maar het is een beetje om mensen te triggeren van als je actief blijft en eet gezond en beweeg, en ja, dan kun je de kans op dementie wel verkleinen. Dit is dan nog leeg aan doen hoor. Babykamer voor over weet ik nog een week of 5, denk ik. Ja. Dus de zoon en schoendochter die kregen een babykje. Ja, daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Want de kleinzoon van de pleegdochter, die heb ik eigenlijk altijd iedere donderdag gehad, maar die gaat nu naar Charles.
Dus dat is alweer een stukje minder. En die woonde in Riekeld. En die durfde niet meer met de auto te rijden. Dan nog niet meer. En nu met het slecht weer gaan, dan met de fiets wel eens een keer, maar dat is nu te slecht weer. Dus dat wordt ook wel gaat minder, nu dat er naar Sjaal gaat. Ja. En over een half jurk of een jurk, hè? Meteen op de dierenboerderij. Ja, tuurlijk. Ja, als het zo gauw seizoen weer is dan in de koets, dan loop ik geen naartoe. Als het goed weer is, ik loop heel vuil. En dat, ja, dan gaan we met hem kieken natuurlijk. Ja. Kijk, als je op internet zoekt wat is Alzheimer, dan word je niet vrolijk. Hè? Dan staan er natuurlijk heel veel sombere plaatjes over hersenen en je leest over een dodelijke ziekte. En wij vinden eigenlijk dat je daar op een andere manier naar moet kijken. En dat is dan ook wat we mensen kunnen bijbrengen. Ga dat nu niet zien als een dodelijke hersenziekte en een afschuwelijke ziekte, maar zie het als een beperking. En als je dat dan weet, weet je in ieder geval dat die beperking er is. En kun je ook je leven zo aanpassen dat je toch nog heel veel zinvolle activiteiten kunt doen. Ja, wat wil ik nog metgeven? Goed, ja, we profiteren nu ervan. We proberen elk moment, als we wel vrij hebben, dat we gewoon fietsen of voor een weg of voor een weekendje weg. Zoveel mogelijk nog herinneringen maken. Dat is wat we doen. Ik kan het ene lang opgeven. Dat het stokken moet. Hè. Ik ben dement. Ja, want dat is alleen maar van de Oost-Jaïd. Ja, we zijn aan het wandelen. Hè? We wandelen eens in de week, zeg maar. Dus, meestal haal ik wielen op, zo'n 7:45. En dan rijden we naar zo'n gebied toe, net als hier. En dan, dan wandelen we een stuk. En dan drinken we koffie en dan is het gebeurd. Dan hebben we de wandeling weer erop zitten. Je klikte meteen, ja. Ja. Misschien ook wel omdat ik hou ook al van de natuur. Dat vind ik zelf ook mooi, hè. Wat zei ik? Goedemorgen, je spreekt met Renate. Jean Mures, huisarts, huisartspraktijk Geulen en hoogleraar huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht. We zien steeds meer als huisartsen dat er ook steeds meer zogenaamde vasculaire, op vaten gebaseerde dementie ontstaat. En die willen we proberen te voorkomen. En we willen dat eigenlijk al doen op jonge leeftijd, tussen de 40 en de 60 jaar. Mensen te wijzen op risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie. Nou, als gemeente zitten we vooral aan de voorkant. Wat we heel erg belangrijk vinden is dat mensen met dementie, nadat de diagnose is gesteld, dat die in elk geval een goed leven hebben, zo lang als mogelijk thuis bij hun partner, bij hun familie, bij hun vrienden, gewoon in hun natuurlijke omgeving. Dat vinden we belangrijk en daar leggen wij dan als gemeente ook heel erg de focus op. Vroeger die pap dat men doet het kinder door die bord te wandelen. Dat heb ik dat ook wel van overgehaaien. Dat is toch leuk, een wielrennen wandelen wat we doen, toch? Ja. Verdoende, ja. Net houdt je tijdens de wandeling over uw kleinkinger. Wie veel kleinkinger heb je, als ik vroeg mag? Genoeg. Genoeg.
Ik weet niet meer wie wel het echter heb. Ja, toch genoeg. Als je als 80-jarige of 88-jarige merkt van dat je heel regelmatig dingen vergeet en regelmatig precies exact dezelfde dingen zegt, dan kan dat een goedaardige vergeetachtigheid zijn. Als dan ook nog andere dingen zijn, cognitieve stoornissen of dingen met een klok tekenen of andere zaken, die kunnen wij vaststellen met een test die we in de huisartspraktijk kunnen uitvoeren of bij de mensen thuis. Kunnen uitvoeren. En daar kunnen we het risico inschatten van nou, dit gaat richting dementie of dit blijft een goedaardige vergeetachtigheid. We hebben sowieso zijn we in gesprek gegaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers van wat vinden jullie nu belangrijk, wat moet gebeuren, waar zijn jullie mee geholpen. En daar zijn een aantal dingen uitgekomen en eigenlijk het allerbelangrijkste is dat ze zeggen we moeten informatie geven, we moeten kennis delen van wat betekent dat nou dementie. En we moeten er aandacht voor vragen. Ja, Wille heeft vroeger met de bijlen in het bos gewerkt. Hè? Of een aks, of hoe noemen ze dat. Hè? En dan weet je veel over te vertellen. Over ja, hoe je die bomen dan, die worden dan gekapt. Hè? En dan moeten die aan de zijkant, moeten al die takken eraf gehaald worden. En dat doen ze dan met een grote bijl. Hè? Of deden ze dat met een grote bijl. Ja, met een platbier. Het is een kunst, het is net golven om de tak daar fijn glad vanaf te laten gaan. En dat lukt. Vroeger heb ik gewerkt in de mijn. Heb je in de mijn gewerkt? Welke was dat? Ik ben mijnwerker geweest, ja. In de Hendrik, Bruntum. Van de mijnen heb ik eigenlijk best wel veel gehoord, moet ik zeggen. Heeft hij toch veel over verteld. En ja, mij spreekt het ook wel aan. Dus van vroeger, omdat ik natuurlijk vanuit Heerlen ook de mijnen goed ken, hè, waar ik geboren ben. Mijn truc is vaak om niet te zeggen van nou, en je moet en afvallen en meer bewegen en stoppen met roken. Maar mijn truc is meestal van nou, laten we het eens over bewegen hebben. Mensen eens naar de fysiotherapeut sturen voor een beweegprogramma. Dan merken mensen waar ze tegenaan lopen, tegen hun beperkingen. En dan zijn ze ook meer en meer gemotiveerd om bijvoorbeeld te stoppen met roken. En dat werkt dan beter dan het bevoogdende woordje van de huisarts. Ja. We hebben allebei hetzelfde verhaalje van rust. Ja. Ja. De natuur bekijken. Opletten of ze een roofvogel is. En ook die bomen waarin dan bovenin, die, ja, als je dat niet weet, dan is je dat niet opgevallen. Maar meestal groeien die bomen mooi recht omhoog. Hè? Maar sommige zijn boven hebben die een knik en zoiets. Hè? Ja, dan weet Wil veel over te vertellen. Dat is interessant toch. Dus, ja. En wie is dat dan met zijn knik boven? Wie komt dat dan dekken? Dat zijn de eikhuiltjes die doen dat. Kijk, als je boompjes nog klein zijn, hè, zit er dat hert dat boven erin, dat voor uit te springen. Dat is zaag. Ja, dat daar eten die zich aan vallen. Maar ja, de boom de helder en de knikken over, want tegen weer. Hè. Verdiep je in mensen met dementie? En leg vooral de focus op het begin van het proces. Heel vaak is de focus en de aandacht gaat naar het medische. En op het laatste stukje, dat mensen echt in het eind van het ziekteproces zijn en niks meer weten en weinig kunnen. Terwijl dementie is een progressieve ziekte, dat zeker. Maar die duurt jaren. En je kunt nog jarenlang een hele goede kwaliteit van leven hebben. Als de omgeving zich maar daar een beetje aan wil aanpassen. Lopen nog stukken, zeggen van niks, rustig lang zijn.
ja, je krijgt toch een beetje een band met elkaar. Hè? Als je dat iedere week doet, dan ga je toch leren elkaar steeds beter kennen. Hè? Ik zou zeggen, voor die mensen doordelen. Ik stop niet hier. Je zoekt de grenzen niet op, je wordt gewoon geconfronteerd met grenzen. Jolien die woont nu september 5 jaar geleden in een verzorgingscentrum. Nou, daar ben ik weer. De was opgehaald, schone was teruggebracht. En verder was het bezoek gewoon weer heel moeilijk. Herkent ze u nog? Ze herkent me niet meer. Ze weet niet wie ik ben. Het enige contact wat we hebben is dat ik de handen vasthoud en over de handen aai en af en toe wat over de schouder aai. Ze herkent ook niks, niemand meer. En dat is wel heel moeilijk, want ja... Je bent eigenlijk, behalve het fysieke aanwezigheid, ben je gewoon je vrouw kwijt. Mijn naam is Lizzie Boots en om mantelzorgers te ondersteunen ontwikkelde ik het programma Partner in Balans. Mensen vragen vaak, hoe gaat het met de persoon met dementie? Hoe gaat het met je man? Hoe gaat het met je vrouw? En de mantelzorger die de meeste dingen moet oplossen, die wordt dan vaak vergeten. Mensen die met dementie bezig zijn, die zeggen heel vaak, let op je grenzen. Ja. En de zorg van Alzheimer Nederland, er zijn zoveel partners die overbelast zijn. Ja. En toen zei iemand tegen me, kun je dat voorkomen? En ik ben ervan overtuigd dat je het uiteindelijk niet kunt voorkomen. Je kunt het wel zo lang mogelijk uitstellen. Ja. Ik ben Ria Verstappen, ik ben case manager hulp bij dementie. Maar jij maakte net een opmerking en dat deed mij denken aan een uitspraak die ze deed, die ik nog steeds zo goed onthouden heb. Op een gegeven moment toen was ik met haar in gesprek en toen zei ze van ik raak iets kwijt. Ja. En toen dacht ik heel praktisch. En toen zei ik hier agenda, want daar was ze erg aan gehecht. Of de sleutels. En toen keek ze me aan en toen zei ze nee, mijn leven. Ja. Tot op de dag herinner ik mij die uitspraak. Ja. Ik denk dat ze dat gevoel heel sterk heeft gehad. Oh ja, wat leuk. Oh, wat superleuk. Het is heel erg belangrijk om de mantelzorger overeind te houden, want dat zorgt er ook voor dat iemand met dementie zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Je moet ook voor elk probleem een oplossing zoeken. En zo'n programma wat je daarbij kan helpen met een coach zoals Ria als case manager, dat is ontzettend fijn voor mantelzorgers zoals Frans en voor alle mantelzorgers, omdat het ze kan helpen dat er iemand naast ze staat, iemand een klankbord, iemand die met je meedenkt. Nou, nu is dit weer gebeurd vandaag, hoe ga ik daarmee om? Hoe vertel ik dat tegen mijn kinderen bijvoorbeeld? Hoe ga ik daar op mijn werk mee om? Het is heel erg belangrijk dat iedereen in de context waarin iemand al functioneert, mee gaat doen, geïnformeerd wordt. Alleen op die manier kan iemand met dementie zo lang mogelijk zijn plek in de samenleving houden. En dat was voor mij belangrijk, want daardoor kon ik het ook. Ja. Anders moet de partner het allemaal zelf doen. Ja. En ik heb dus gewoon heel veel steun gehad aan al die mensen om Jolien heen.
En dat is wat Ria mij gewoon iedere keer duidelijk maakt. Plus dat ze iedere keer tegen me zei, waar liggen jouw grenzen? Want mantelzorgers zijn onbewust geneigd om telkens weer hun grenzen te verleggen. En steeds meer van zichzelf te eisen om het maar in stand te houden, om maar door te kunnen gaan. Nou, ik probeer mensen zich daar wel bewust van te zijn. En ik begrijp het, omdat ik... Ja, mijn moeder die was ook dement. Dus ik snap het helemaal hoe het in de praktijk werkt. En dat mensen hun grenzen verleggen, dat is volstrekt logisch. Maar op een gegeven moment dan is het juist belangrijk dat er eigenlijk een buitenstaander mensen zich er bewust van laat zijn van over welke grenzen ze eigenlijk gaan en continu gaan. En ik ben niet degene die bepaalt wanneer dat de grens bereikt is, wanneer iemand opgenomen moet worden. Maar je kunt iemand er wel langzaam naartoe begeleiden om het te accepteren, van het is eindig. Dat heeft hij ook bij Frans gedaan. Ja. En blijf je dan ook bij elkaar omdat je van elkaar houdt of vanuit een soort plichtsbesef? Ja, probeer dat maar eens te verwoorden. Ik denk eigenlijk dat het steeds meer plichtsbesef wordt. Je hebt gekozen voor elkaar. Je hebt beloofd om met elkaar door te gaan tot het einde. En voor ons alle twee was dit al een tweede huwelijk. Dus we wilden op geen enkele manier, ook ik niet, opbreken. En dan ga je door. Eigenlijk tot het niet meer gaat. Letterlijk tot je niet meer kunt. En wij zoeken de case managers op en wij reiken ze het programma Partner in Balans aan als een extra gereedschapje in hun gereedschapskist wat ze kunnen inzetten om de mantelzorgers te ondersteunen. Dus het sluit aan bij de praktijk en ze hoeven niet iets extra's erbij te doen. Het is een programma wat ze kunnen gebruiken om de ondersteuning te verdiepen. Niemand wil zijn vrouw wegstoppen in een verzorgingshuis. Dan hoop je altijd dat iemand zelf mee kan kiezen. Zo van, ja, ik vind het eigenlijk ook wel beter. Maar Jolien niet. Jolien die weigerde om over alles te praten. Ze vond het alleen maar mijn probleem en niet haar probleem. Ze wilde ook absoluut niets. Maar ik kon niet meer. Ik kon het niet meer. En op een gegeven ogenblik weet ik dat ik aan het eind van een gesprek tegen Ria zei... Ria, ik wil een keer de volgende keer praten over hoe het verder moet. We hebben veel gewandeld. Want als je wandelt, krijg je totaal andere gesprekken dan dat je bij elkaar aan de keukentafel zit. En toen op een gegeven moment maakte Frans een opmerking en toen dacht ik... En toen zei ik, ben je eindelijk zover? Want voor mijn gevoel ging hij al heel lang heel ver over zijn grenzen heen. En Ria zei toen inderdaad, hey, ben je zover? En dat is wel een confrontatie. De psychiater adviseerde opname in een verzorgingscentrum. Omdat het voor Jolien beter was, maar ook gewoon omdat het voor mij niet anders meer kon. En toen is hij uiteindelijk aan de rechtbank gevraagd om een gedwongen opname te realiseren. En dat is echt het ergste wat je kunt meemaken, dat je partner door een uitspraak van de rechter in een verzorgingshuis laat opnemen. Maar wij zouden heel graag willen dat Partner in Balans met de mantelzorger meereist. Want Frans vertelt ook al, na zo'n opname zijn er geen mensen meer voor je om je te ondersteunen. En wij zouden willen dat Partner in Balans er dan nog steeds is. Ik merk dat heel veel mensen van... Slechts voor gemene tackles is het
de jonge Limburger te stuiten. En van toen weet ik alles. Wat ik zelf heb meegemaakt, weet ik allemaal. Het gaat in ieder geval over samen nog het vertellen kennen over Vreugde. Met een Vreugde in de gang is met voetbal. Rosien denkt dat je door je te laten vallen een strafschop meekrijgt. Maar het verhaal is anders. Dat was eerder in de wedstrijd bewezen door Heleveld. Goeie bal van Arthur Hooyer. 2-0. Prima gezien dat Schellekens weg is. Ja, dit is een initiatief wat eigenlijk al jaren geleden is opgepakt in Schotland. Bij Aberdeen en bij Hibernians in Edinburgh. En toen we het verhaal hoorden, plus natuurlijk ook wel op de hoogte zijn van een van onze doelstellingen om iets te doen voor ouderen. En het verhaal van dementie dat toch het hot item is, heb ik gezegd, dit gaan we oppakken. Mijn naam is Marjolein de Vught. Ik ben medehoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar op het gebied van dementie. Ja, dementie betekent letterlijk ontgeesting. En je ziet dat mensen problemen krijgen met het denken. Bijvoorbeeld het geheugen, de aandacht, concentratie of de taal. Dus het geheugen bevat heel veel verschillende onderdelen. En je hebt het geheugen voor informatie die je nieuw meemaakt en nieuw opslaat. Maar je hebt ook het geheugen voor informatie die al veel langer geleden op een goede manier is opgeslagen in dat geheugen. En dat laatste is veel makkelijker te behouden en op te roepen voor mensen met dementie. Terwijl die dingen die korter geleden gebeurd zijn, ja, daar is een verstoring geweest in het proces van opslag. Waardoor je dat ook veel moeilijker goed zelf kunt terugvinden. En dat verklaart het verschil waarom iets wat gisteren gebeurd is eigenlijk niet meer goed beklijft in het geheugen. Terwijl iets van 10 jaar geleden misschien zo nog levendig verteld kan worden. Dat ze zit eigenlijk en dat ze dan vertelt, dat nu die dikker gaat vertellen over van Willy, van toen weet ze het nog. Ja. En van toen weet ik alles eigenlijk. Wat ik zelf heb meegemaakt, weet ik allemaal. En dan kan Jeremy aan de tover gaan en ik vertel het met de lui. Dat vinden de lui prachtig. En ik doe het Gerrie. Maar dat was geweldig toen. En toen kreeg ik dat ongeluk dat dan niet meer mocht te voetballen. Dat is heel erg geweest. Dat zo'n goeie speler wat Cruijff zag, dat hij nog beter was dan Cruijff. Als je dus fysiek heeft wat hij dus heeft, dan moet je natuurlijk zuiver teren op inzicht, techniek en een enorme handensnelheid. Nou, dat die dingen had hij dus. Daarom was hij ook zo goed. Slechts door gemene tackles is de jonge Limburger te stuiten. De ambiance in het volle stadion is iets nieuws voor hem. Hij kijkt zijn ogen uit. Geweldig. Maak ik nooit mee, hè. In Sittard zit het er gewoon in 10.000 of zo, maar 60.000 heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, het heeft natuurlijk te kort geduurd, dus dat is nou te zien. Maar de basiskwaliteit die waren in orde. Ja, Johannes, we waren een heel goed bevriend. Dat was hij en ook met Piet Keizer trouwens. Met ons drieën eigenlijk. Ik moet zeggen dat we ook een beetje respect voor elkaar houden. Dat Piet Keizer ook een keer heel enthousiast en zei, Willy, je was van ons niveau, zetter. Je had naar Ajax moeten komen, zetter. En we wonnen alles, dat weet je toch. Zo groot waren vrienden toen. Benny Muller, Dit ben ik, Nuninga, Van der Keulen, Koen Meleen, Piet Keizer. Van deze spelers zijn er 6 spelers overleden. Dat is ook verschrikkelijk. En dit is Nederland tegen België, mijn eerste interland. Dat was ik net hier in de voorbereiding. En maakte Van der Keulen zijn eerste doelpunt, 1-0. Daarom had ik ook een beetje het gevoel toen ik met Johan naar Barcelona ging. Eigenlijk. Toen dacht ik eigenlijk van, toen had ik de blessure al. Als ik dat nog niet hou, dan had ik zeker gedacht dat hij misschien wel een poging zou gewaagd hebben om ik ook naar Barcelona te halen. En Johan Cruijff heeft eigenlijk al metgenomen naar Barcelona. Ja, dat gevoel heb ik nog altijd. Dat heb ik nu nog steeds, dat hou ik zeker gedaan. Als zij de mogelijkheid ervoor had.
En dan was Michels was de trainer geworden door bij Barcelona. Dus het was wel een heel fijn geweest. Ja, ook als je dementie hebt, betekent dat niet dat je niks meer kan. Dus het is heel belangrijk dat je, ondanks je beperkingen, toch op zoek gaat naar een andere invulling van je dag. Actief blijft om ook die hersenen te blijven stimuleren. En ook ja, een prettig gevoel en een zinvol gevoel te hebben over je dag. Want ook dat zal bijdragen aan je welzijn bij dementie. Want alleen in de westelijke mijnstreek heb je bijna 3000 mensen... Wat valt onder de problematiek. De helft woont nog thuis. Dus die worden dan verzorgd door de ouders of door de partner, de mantelzorgers. De helft zit in verzorgingstehuizen. Daar hebben we contacten mee. En met name de verzorgingstehuizen. Ja, het verhaal van Voer, Zuiderland, Glana, dit soort instanties, de Linde. Die komen dan met een busje met 4 of 5 mensen. En eigenlijk willen we het opstarten tussen 15 en 20 mensen en wellicht volgend jaar gaan uitbreiden. Nieuwe poging van Fortuna een brest te slaan in de Everton-defensie. Ingeleid via Chris Dekker. Dat is heel gevaarlijk, balverlies. De schoen van Peter Reed. En Graham Sharp gaat de strafschopgebied in. Hele goede poging. En in wezen is de wedstrijd nu beslist. 3-0 in Liverpool en hier 0-1. Een verschil van 4, dat is nooit meer in te halen. Nou, vind ik het een vreugde om het komend hart. Als je Jantje nooit de man. En op de wedstrijd is dat hij normaal van Bommel geweest. Ja, ik voel me heel goed, maar ik weet wel gewoon dat ik het meer aan het vergeten ben. Want ik maak namelijk geen auto meer in, sinds kort. En dat vind ik toch wel, dat vind ik het ergste wat me nu overkomen is eigenlijk. Want normaal als ik met de auto, dan denk ik van, oh, doe even schouw weer. Niks te doen, even schouw weer. Dan moet ik altijd de vrouw voor inschakelen dat die me kan brengen dan. Ja, dan heb ik nu ook geen werk gebracht. Dus. En op basis waarvan raakten ze dat ribbewies aan kwijt? Ja, dat ribbewies, dat maakt ze naar Marie, omdat ze symptomen hebt van, ja. Ik kan het niet zeggen. Ja, je moet ook bij dementie je niet verstoppen en in een hoekje gaan zitten, maar proberen om actief te blijven, deel uit te blijven maken van de maatschappij. Maar dan is het ook wel nodig dat ja, de wereld om je heen ook daar ruimte voor geeft. Hè? Want het betekent wel dat je misschien toch eens anders gedraagt of fouten of vergissingen maakt. En daar mag wat meer begrip voor zijn, vind ik, in onze samenleving. Ook voor de kwetsbaarheid die mensen hebben en durven te laten zien. We zijn hier met de hele selectie in jezelf. Gigantisch aanwezig. Dat vinden we echt fantastisch. De mooiste herinnering is voor mij te bekerfinale van Fortuna tegen Ajax in Rotterdam. Met Bert van Marwijk. Toen het zondags won Fortuna bij Ajax en de beker verloren ze met 2-0. De meeste herinnering komt uit de pingelen, uit de dribbels van de goals. En tegen AZ had ik ook gehad. Ik zeg, jij moet de bal maar zeggen, want die mannen die rieken, die komen gewoon langs. Gisteren dribbelen, zei Frans Schulden. Ik zeg, zeker ga ik aan de dribbel, zeg ik. Zeg, ik heb me de bal maar op. Nee, ik heb alles voorbij, de keeper voorbij, oh nog. En de keeper, dat snap ik zo, penalty. Jan Wolfs trapte penalty.
5 meter de neven. 0-0 bleef het. En ik zag tegen Frans, is het niet erg. Ik voelde me zo goed vandaag. Verwonnen dan met 5-2. En na de wedstrijd, Barry Hoeks in kledingkap bij ons. Barry, where's Willy? Ze komt Barry, where's... En ja, zag de trainer, Frans, daar zit er. Zo goed zit er, speelde hier nog nooit iemand op zijn Engels. Ja, ja, echt, dat zijn echt dingen die gebeuren. Dat is wat ik ook allemaal weet, weet ik alles. Men praat altijd over kwaliteit van zorg. Maar kwaliteit van zorg is ook dat je nog daar mag zijn waar je het grootste deel van je leven was. Thuis is toch wel heel erg fijn, hè? En dat probeer je dan. Zo lang mogelijk te realiseren. Hoe lang werd u samen? 39 jaar. En ik ben er alles aan doen om de 40 vol te maken. Mijn naam is Marjolein de Vught. Ik ben medehoofd van het Alzheimer Centrum Limburg. Ja, de druk op mantelzorgers wordt steeds groter, omdat er steeds meer mensen met dementie bijkomen. Maar ook er steeds meer gevraagd wordt vanuit de overheid van naasten om een rol te spelen in die zorg voor de persoon met dementie. Opname in het verpleeghuis moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Dat willen mensen zelf vaak ook graag. Het betekent wel dat het heel belangrijk is om zo vroeg mogelijk in dat proces toch al wat hulp te aanvaarden. Dat vinden mensen niet makkelijk, want ze willen het graag altijd vaak zelf doen. En allemaal worstelen ze met bepaalde dingen en hebben ze ook allemaal wel een ambitie om er het beste van te maken voor deze mensen met dementie. Het is een internationale theaterproductie. Die geeft voorstellingen in Wenen, in Berlijn, in Kassel, in Duisburg, in Antwerpen, in Amsterdam. Het is geen magie. Er komen er strakjes geen stralen uit mijn ogen. Ik heb ook geen magische kracht in mijn handen. Ik kan niemand instralen. Het heeft niets met bovennatuurlijke gaven te maken. Ik ben een heel gewoon mens. Het enige verschil is dat ik geleerd heb met hypnose te werken. Iedereen wil gaan staan en ontspannen slapen. Dieper en dieper slapen. Ja, zit en slaap diep en vast. Ontspan dieper en dieper. En als ik in je ogen blaas, ben je wakker. Als ik mijn vingers klik, slaap je diep en vast. Ik ben in principe 3 dagen van huis. En hoe doet u dat dan met de zorg voor uw vrouw? Dat is een heel schema dat je dan moet maken. En onder andere een kennis die bij mij in de straat woont, die ondersteunt mij daarbij. Maar aangezien het dan meerdere dagen en nachten achter elkaar is, heb ik tot nu toe het geluk gehad met vrijwilligers van Handen in Huis te mogen samenwerken. Ja. Sorry. Mag ik niet? Nee. Misschien wel. Nee. Want het is allemaal op. Ja.
ja, ook je gedrag wordt natuurlijk door je hersenen aangestuurd en je emoties. En je ziet dus dat de impact van de ziekte ook duidelijk te zien is op gedrag en persoonlijkheid. Waardoor verandering in het gedrag, zoals soms misschien meer ontremd raken of wat meer somber of angstig worden, dat zijn ook directe gevolgen van het ziekteproces wat in die hersenen plaatsvindt. En kan van de ene op het andere moment omslaan. De stemming kan vanuit het niets van heel positief omslaan naar heel negatief. En negatief bedoel ik dan een bepaalde boosheid van geslotenheid en stugheid. Niet van agressie of dat soort zaken. U had een rol in het oratorium rond Alzheimer dat langs een aantal Limburgse theaters ging. Daarin sprak je onder andere over een rolluik als metafoor. Wat bedoelde u daarmee? Nou, je kunt deze afgrijzelijke ziekte vergelijken met een rolluik. Een rolluik, dat gaat langzaam omlaag. En zo is het ook met Alzheimer, met dementie. Het begint langzaam en dan gaat het steeds sneller en sneller. En op een gegeven moment is het rolluik helemaal beneden. Maar dan is het geen rolluik meer. Vanaf dat moment is het een muur. En een muur die kun je niet meer omhoog trekken. En de betreffende staat aan de ene kant van de muur en wij staan aan de andere kant. En wij weten dat die ander daar staat aan die andere kant. Maar die weet zelf niet dat wij aan die kant staan. En wij weten wat daar gebeurt. Maar die ander, die weet niet wat aan de andere kant van de muur gebeurt. Ja, met het Alzheimer Oratorium probeerden we op een andere manier het algemene publiek te bereiken en ze wat meer te vertellen over dementie. Onmacht is vaak angst en verdriet. In deze wereld van vergeet me niet. En ook al vergeet ik jou, weet dan dat ik altijd van je hou. En wij vonden het wel echt cruciaal dat dan ook mensen met dementie zelf hun verhaal zouden kunnen laten horen. En het was prachtig dat mensen zoals Sonja en ook Jos Klaus daar hun ervaringen hebben kunnen delen met het publiek. Ik ben in een bokkie. Ik ben een geboren en getogen Valkenburger. Wij hebben hier inderdaad rond 20 jaar samen gewoond. Ja. Elke vergelijking gaat natuurlijk ook een beetje mank. Hè? Maar ik heb vroeger honden getraind, honden opgeleid. Zowel van huis- en keukenhond tot politiehondenopleiding, verdedigingshondenopleiding. En vooral bij de huis- en de keukenhonden heb ik altijd gezegd, ik leid geen honden op, maar ik leid de eigenaar op. Want de eigenaar moet leren de hond te begrijpen. En zo is het hiermee ook. De omgeving moet leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Een voorbeeldje daarvan is, de ene dag lukt als het tandenpoetsen wel en de andere dag niet. En als je daarmee geconfronteerd wordt de eerste tijd, dan denk je vaak, dan interpreteer je dat vaak als onwil. De ander, de patiënt wil dat niet, maar dat is het niet. Het is dat de ander niet meer weet hoe het moet, hoe die nou precies die tanden moet poetsen, die tandenborstel vast moet houden. Maar dat begrijp je niet vanaf het allereerste moment. Een filosofische vraag van ja, wat maakt dan iemand tot wat hij is? Ja, dat zijn interessante vragen waar je avonden over kan filosoferen. Maar als je het aan een neuropsycholoog zoals ik vraag, dan zie ik toch dat
heel veel zijn oorsprong vindt in hoe die hersenen functioneren. En als daar iets in verstoord raakt, dan zie je dat dat echt wel directe impact heeft op de hele persoonlijkheid van iemand. Kijk, elke ziekte is afgrijzelijk. Zowel voor de betreffende die de ziekte heeft, als ook voor de mensen eromheen. Maar in mijn beleving en mijn ervaring, en ik heb ook ervaring met andere ziektes, kanker onder andere van mijn moeder, lang geleden, vind ik dit toch een van de meest afgrijzelijke ziektes. Waarom? Omdat het is in wezen een levend doodgaan. Het lichaam bestaat, dat is er nog, maar de mens, de ziel, het wezen in dat lijf, dat is weg. En je bent, ook al ben je dan samen, je bent toch alleen.